Goedenavond, beste kijkers, en welkom bij Childbait. De show waar een kindervriend een duwtje in de rug krijgt richting romantiek of als hij of zij verkeerd kiest, richting civiele vergelding. Ja, en onze Romeo vanavond is Joachim uit de pannen. Childbait. Ja, Joachim, wat zoek je zoal in een partner? Ik ben vooral op zoek naar iemand jong van geest, maar liefst ook jong van lichaam. En misschien zit dat er wel in vanavond. Want hier zijn Remco, Niels en Dylan. Onze eerste kandidaatje is 12 en woont in... De ene week in Leuven met papa en de andere week in Merchtem met mama en Luc. Op school wordt hij... gepest. Dus is hij vatbaar voor... positieve aandacht en affectie van een rijpere voorbeeldfiguur. Oh, dat belooft. Kandidaatje nummer 2 is... 13, maar voor op zijn leeftijd. En is bovendien zeer goed in... geheimen bewaaien. Dit zelfstandige denkertje is trouwens van mening dat... hij oud genoeg is om zelf te beslissen wat hij mag doen met zijn lichaam. Vrijheid, blijheid. Kandidaatje nummer 3 is... 10. En zijn lievelingseten is... frietjes. In zijn vrije tijd speelt hij graag... op de Switch. Hoho, voel jij de temperatuur ook al stijgen, Joachim? Hè, ze klinken er allemaal helemaal klaar voor. En jij, denk je dat je het al weet? Oh nee, ik zou toch liever eerst nog wat aftasten. Oké, vraag er maar op los. Oké. Stel, ik wacht je op aan de schoolpoort in mijn Renault Clio en ik zeg dat je ouders me hebben gevraagd om je op te pikken. Stap je dan in? En zo ja, hoe gaat het avontuur dan verder? Kandidaatje nummer 1. In het begin zou ik natuurlijk een beetje argwanend zijn, maar als je dan met mij kan meepraten over bijvoorbeeld TikTok, TikTok, dat is meer mijn leeftijd, dan zou dit misschien wel de rit van je leven kunnen worden. Kandidaatje nummer 2. Wel, Joachim? Het liefst van al speel ik Pokémon Go. Dus als je kan beloven dat jij je zijn Pikachu weet zijn, dan doet misschien daarna wel jouw Pikachu. Oké. Kandidaatje nummer 3. Ik mag van mijn mama niet meegaan met vreemde meneren. Ben je er al uit? Wie van onze 3 kandidaten zal misschien wel je stoutste dromen kunnen vervullen? Ik ga mijn buikgevoel volgen, denk ik. Ik ga voor Remco. Ja, zullen we even samen kijken voor wie je niet gekozen hebt? Je koos niet voor Niels. Oef. Ja, heb je dat even goed aangevoeld, zeg? Ik heb er al een klein beetje zelfs de zintuig voor ontwikkeld. Ja. En je koos ook niet voor Dylan. Ah, dat is wel balen. Ja, dat is wel echt mijn type dan. Ja, laten we dan eens even samen ontdekken voor wie je wel gekozen hebt. Oh, spannend. Je koos voor... Remco! En waar gaan ze naartoe, Erik? Jullie spreken af in het Warandenpark, waar Remco Joachim zal filmen terwijl hij hem confronteert met zijn volstrekt ongepaste chatlogs. En naderhand ineentimmert.